Ja, en Dwarsgaard staat aan de vooravond van iets groots. Feitse, kun je vertellen wat dat is? Ja, we staan natuurlijk aan de vooravond van de Gondelvaart. En dat is voor de 71ste keer dat we dat hier organiseren. En het is hier een prachtig mooi dorp, de Dwarsgaard. Dus ik nodig ook iedereen uit om hier naartoe te komen morgen. Jij bent een nieuwe voorzitter. Het bijzondere is dat je niet uit Dwarsgaard komt. Nee, dat klopt. Ik kom uit Heerenveen. Ik heb een zwager die hier wel woonachtig is. En ze waren al een tijdje op zoek naar een voorzitter. En ik was voorzitter af bij de voetbalvereniging VV Heerenveen. En toen heeft Henk-Jan mij gevraagd of ik voorzitter wilde gaan worden. En zo is het geschieden. En nu ben ik voorzitter van de Oranjevereniging. En dat vind ik erg leuk. Is dat omdat jij ontzettend goed bent als voorzitter? Of is dat omdat er niemand in Dwarsgaard voorzitter wilde zijn? Nou, ik denk dat het eerste is. Ik denk dat ik heel goed voorzitter kan spelen. Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van de voetbalvereniging VV Heerenveen. Een hele grote vereniging met meer dan 1000 leden. Dus ik denk dat ik wel iets kan neerzetten, zeg maar. Maar in Dwarsgaard was ook zo niet iemand voorhanden. Nee, er was niet iemand voorhanden. Ik neem aan dat ze anders wel iemand uit Dwarsgaard hadden gekozen. Nee, want dat was natuurlijk op zich ook mooi geweest, denk ik. Maar aan de andere kant geeft het misschien ook wel voordelen van iemand die van buitenaf komt. Die kan misschien met een frisse blik weer tegen heel veel dingen aankijken. Dus dat kan zijn voordelen hebben, denk ik. Het begint overdag, maar ja. De avondsessie is ook erg bijzonder. Ja, die is heel erg bijzonder. We gaan eerst met licht varen, dat het nog niet donker is. En dan verzamelen de boten zich allemaal hier op dit plek. En op het moment dat het donker is, dan gaan we weer in de tegenovergestelde richting terugvaren. En de tijden? De tijden die zijn een beetje van 8 uur 's avonds, van op het moment dat het nog licht is. En wanneer het donker is, dat zal waarschijnlijk zo'n beetje om 9:45, 10 uur zijn. Dan gaan wij met donker gaan we varen. 150 inwoners en die doen bijna allemaal massaal mee. Hoeveel publiek verwacht je? Nou, dat is natuurlijk wel een beetje van het weer afhankelijk. Ik verwacht zelf van als het droog weer is en het is een beetje van dit weer, dan mogen we toch wel rekenen denk ik op een 1500 tot 2000 mensen. Okay, dat zou heel erg mooi zijn. Vragen jullie entree of hoe gaat ja, dat? Ja, er is wel een entree voor volwassenen 5 euro en voor kinderen 2 euro. En dan kunnen mensen een heerlijke avond hier genieten aan de gracht, want er komt alles mooi voorbij. Ja, er komt fantastisch alles voorbij. Is dit het grootste evenement van Dwarsgracht? Ja, ik denk dat dit het grootste evenement van de Dwarsgracht is. En het is een fantastisch evenement. Iedereen die bouwt er ook aan mee en iedereen doet er aan mee. Het is echt een spektakel van het dorp en wat door het dorp zelf ook gemaakt wordt. En dat maakt het denk ik ook zo bijzonder hier. Het is ook wel een dingetje van de regio, hè? Want ieder zichzelf respecterend dorp hier in de kop heeft een gondelvaart. Klopt, ja. Wat ik nog een beetje mis dan, is het samenwerken met die gondelvaart. Ja, tussen de verenigingen van... Bijvoorbeeld Giethoorn, dat is hier vlakbij. Klopt, ja. Maar we hebben daar... Ik heb onlangs een gesprek gehad met de voorzitter van Giethoorn. En we hebben toen wel uitgesproken om eens na afloop van de gondelvaart... en om eens met elkaar aan tafel te gaan zitten om te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Daarnaast heb ik contact gezocht met de gondelvereniging uit Aldeboren, uit Friesland. En die komen hier ook de jury doen op morgen. En wij willen eens kijken waar kunnen we elkaar gaan vinden. Misschien dat er wel de winst is van een voorzitter van buitenaf. Want volgens mij liggen die dorpen elkaar op andere vlakken niet zo. We hebben ze altijd wel een beetje een strijd. En jij kijkt daar natuurlijk heel nuchter tegenaan. Ja, en ik denk dat met name ik heb contact gehad met die voorzitter en die is erg enthousiast. En dat ben ik ook. Dus ik denk dat we daar een winstsituatie uit kunnen weghalen.